Het laatste weekend van november is het bij de vertakking in Riebjerk traditioneel tijd voor de kerstsprokkelfair. Hiervoor is dit jaar de nostalgische droomwereld van kunstschilder, tekenaar en graficus Anton Pieck gekozen. Alle medewerkers en standhouders zijn gekleed in speciaal met de handgemaakte kleren uit die tijd. De sfeer van Anton Pieck is ook in het aanbod terug te vinden. Zo worden er demonstraties van oude ambachten gegeven en er is een sokkenbreimachine uit 1920 in werking te zien. Annie, alles in Anton Pieck stijl, hè? Ja, alles in Anton Pieck stijl. Hoeveelste keer is het dat je hem deze kerstsprokkelfair hoort? Dat is de 14e keer dat we dit doen. Ja. Maar voor het eerst dat je hem zou uitpakken? Ja, voor het eerst hebben we ergens een beul voor werk van om dit al te organiseren. Maar het is al wel lukt. En een keer in Anton Pieck stijl, het is al je Charles Dickens oor al. En we zijn van, het maar nou maar eens een keer in Anton Pieck. Iedereen rent in die kleren van die tijd. Jo, mensen van je organisatie, maar ik, de standhouders. Ja. We hebben elk beetje verplicht dat de standhouders ook al hier in Anton Pieck gaan. Want we zouden met mannen wat doen. Maar dan had het geen zin. Is dat nou makkelijk om aan die kleren te komen? De kleren die wij en de medewerkers aan hadden, die had mijn tweelingzuster drie maand mooi bezig geweest om ze uit te maken. Ze zijn allemaal zelf gemaakt. En dan die plaatsjes van Anton Pieck als voorbeeld? Ja, wel een beetje, ja. Ja, we proberen om dat ze volle mogelijk naar te doen. Mensen die het je net kennen, de kerstsprokkelfair, wat houdt het in? Nou, er zitten bij de standhouders die er hier weer en we proberen het al een beetje in gemoedelijke sfeer te doen. Dat ze elkaar wat lekker eten kennen en wafels met kerst en een slagroom weer erbij die hier weer. En warme roomboetenstaven en appelflappen en een beetje een gemoedelijke sfeer wat we erin gaan. Er is genoeg te eten en genoeg te zien. Ja. Genoeg te eten en genoeg te zien, ja. Modeshow van uw bestiet erbij. Die komt vanmiddag nog in Vreed. En ze nu in de Snijn hebben een modeshow van de tijd van nu. Kist eens wat zes over de bezoekersaantal? Nou, 5.000 tot 6.000 mensen komen er in ieder geval altijd. 6.000 man. Uit de buurt of uit heel Friesland? Wat is je gebied, zeg maar? Nee, dat komt door de waai. Noord-Holland komt een hele waai. En nou, ik kom meer in het zuiden. Met, ja, dat denk ik helemaal van waar al, hè, met waakrabiazen. We hadden rondom Friesland een protte. Maar ik een protte uit de Holland waai. Heb ik standhouders uit Rotterdam en Oerlwaai. Dus, ja. Wat is nou het mooiste op de beurs? Het prieel, voor vinden wij heel mooi bij het podium. Dat is een heel antiek prieel van 1884. Dat had je wel zien hier op de Salvestien. En dat hebben we nu heel opbouwen laten. Rijdekker had dat heel aantrekt en dat, ja, dat is uniek, vind mij. De keer in je zitten? Ja, dat is eigenlijk een soort preel voor in de tuin. Dus, ja, het is heel hard, we gaan toen helemaal opknappen litten. En het moet nog een plakje hier krijgen, en, maar we zetten het nou eerst op een verdeel. Dan, nou, dan gaan we ze even door. De kerstsprokkelfair in Riebjerk is nog tot en met zondag te bezoeken.